ik ben Rachel. En ik ben Liana en wij zijn van het YouTube-kanaal De Huismuts. Waarop wij elke woensdag om 4 uur een video uploaden op het gebied van interieur, food en hotspot. Ja, en we zijn natuurlijk heel erg blij dat we te gast zijn op het kanaal Fem. Deze video gaat over 5 manieren waarop jij het huishouden een stuk makkelijker kan maken. Tip 1. Tip 1 is Bloemon en Bloemon is een online abonnement op bloemen. Ja, want die wordt er nou niet blijven verse bloemen in huis. Dan moest ik zeggen, Diana zat erop te wachten. Anders afgesproken namelijk. Diana, kan je misschien wat meer vertellen? Oké, even serieus nu. Je kan online kiezen welk formaat je wil. Je kan kiezen tussen S, M of L. En je kan ook nog bepalen welke dag het wordt bezorgd en hoe vaak. Ja, en als je nou bijvoorbeeld een beetje even krap bij kas zit, dan kan je gewoon je abonnementsvorm even op pauze zetten. En daarna weer door laten gaan. Ideaal dus. Vanaf 15 euro heb je al een boeket in huis. En wat ook nog leuk is, is dat je hem cadeau kan doen. Dus je kan bijvoorbeeld Diana 3 keer Bloemond cadeau doen. Ja. Laten we dat allemaal doen. Laten we dat gewoon doen. Vind ik een heel goed plan. Tip 2. Als je nou net als ons geen assenpoester bent, dan is Helpling echt iets voor jou. Helpling is een online bureau waar je een schoonmaker kan boeken. En je kan zelf bepalen wanneer, hoe vaak en wat je schoonmaken. Ja. En het is ook hartstikke betrouwbaar, want de schoonmakers gaan je online beoordelen. Dus je kan een beetje research vooraf doen om te weten wie je in huis haalt. En ze zijn verzekerd mocht er iets stuk gaan. Belangrijk. Ja. Wat ook ideaal is, is dat je er niet aan vast zit. Dus je kan het gewoon eenmalig boeken, bijvoorbeeld naar een feestje of als je gewoon geen zin hebt. Ik heb er een keer een review over geschreven, dus mocht je er meer over willen lezen, kijk het even in de beschrijving hieronder. Daar link ik even de link naar het artikel toe en dan vind je er meer over. Oh ja, en ook leuk om te weten, je kan ook bijvoorbeeld 3 uur schoonmaak cadeau geven. Oh, nou dan geef ik dit jou weer cadeau, omdat jij me net die bloem hebt gegeven. Goeie deal. Oeh, wat een lekker maaltje. Oh ja, die ziet er lekker uit. Nee, wij zijn niet aan Tinderen. Wij zijn aan Tinderen. Tinder is net als Tinder, maar dan met recepten. Dus spreek de receptje aan. Dan swipe je hem. Je kookboek in. Spreek het receptje niet aan. Dan swipe je hem weg. Ja, het is echt dé ideale app als je nul inspiratie hebt. En het is eigenlijk ook wel een beetje verslavend, hè? Het leuke aan de app is dat je op deze manier je eigen kookboek samenstelt met je favoriete recepten. Tip 4. Met de Peerby app kan je... Peerby? Peerby. Peerby toch? Ja? Zullen we erop zoeken? Peerby. 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 Met de... Peerby. App kun je spullen lenen van mensen uit jouw buurt. Ja, zoals bijvoorbeeld een partytent. Toch? Ja, met een partytent. Of een schaar of een... Ja, precies. Je hebt een feestje, je wil een partytent. Je hebt geen zin om hem te kopen. Dus stuur je een berichtje. Wie heeft er een partytent in de buurt? En misschien dat je buurman dan meteen op de poppen komt. Ja, en bang hoef je ook niet te zijn dat als jij iets hebt uitgeleend, dat je het nooit meer terugziet. Want je creditcardgegevens zijn gekoppeld aan je account, waarmee dus je identiteit is bevestigd. Tip 5. Of je nou thuis woont of in een studentenhuis. In ieder geval als je met meerdere mensen woont, is er altijd wel een beetje gekibbel over wie wat doet. Maar dat doet nou niet meer. Nee, dat is voorbij met de grapje. Met de Our Home app. Met de... En dat is nu voorbij met de... Oké. En dat is nu voorbij met de... En dat is nu voorbij met de Our Home app. Want daarmee kan je duidelijke afspraken maken over wie wat doet. Dus wie doet de afwas? Wie stopt het huis? En wie zit de vuilniszak buiten? Dit waren ze dan, onze 5 tips. Wij hopen dat jullie deze video leuk vonden. Als dat zo is, geef ons dan ook even een duimpje omhoog. Ja, en vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons Huismutskanaal. Want daar kan je nog meer van dit soort video's zien. En gaan we binnenkijken in toffe huizen. Langs bij coole hotspots en lekkere receptjes maken. Dus dat wil je denk ik niet missen. Tot daar! Doeg! Tot daar? Ja, tot daar.